In de vijfde koers heeft Bas Krebas vandaag natuurlijk hofleverancier opnieuw twee paarden. Namelijk Florida Transair, die hier zelf rijdt, en Ella Genie met Dennis Minima. En met name Ella Genie was de laatste jaren hier in Groningen zeer goed. Ja, zeker. Die is ook goed in vorm. Liep in Alkmaar van de week ook goed vorm. Toen reek hem zelf eigenlijk wat in de weg met de Fiona Stardust. Ella Genie kan hard beginnen, maar ik denk door een normaal shoot van de Galie niet kunnen kloppen. Want die heeft Diane Cunera, die won daarmee zeer sterk in Alkmaar. Maar bedoelt een paard als Florida Transair komt nu weer terug. Heeft toch vorig jaar eerder tegen goede paarden gelopen. Ja, zeker. Dat is ook zo. En vorig is ook een heel goed paard. Maar het is niet echt een bijzondere bochtenloper. En vorig jaar sprong hij hier in de laatste bocht weer. En hij is nu wel sterker dan vorig jaar. Maar dat is altijd even afwachten. Kijk, en die van Sjoerd ging van de week tegen sterkere paarden dan nu. Hè. Dank je. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Vijfde koers, dames en heren, de Artilens prijs. Acht paarden gaan zich opstellen achter de startauto. We hebben twee favorieten. Dat zijn de twee Florida Transair en de acht Diana Cunera. Allebei rond de €2,80. Houdt er nu op 100 meter. Start is gevallen. De buitenkant gaat heel hard naar voren, Diana Cunera. Diana Cunera wordt wel opgevangen door Estonia River. En aan de relingzijde is ook Baby Blue goed begonnen. Galoppade van start af van Beauty Charisma. Paarden gaan de eerste bocht in. Daar is Diana Cunera als eerste helemaal vanaf de buitenkant gekomen. Ligt hij gelijk aan kop. Daarachter op de tweede plaats Baby Blue. Daarachter op de derde plek volgt Estonia River. Vierde plaats voor de medefavoriet Florida Transair. Daarachter volgt dan in het tweede spoor Dennis Minima. Die gaat proberen zijn positie iets te verbeteren met de Ella Genie. En aan de binnenkant daarnaast volgt Kryptonite. Daarachter op de voorlaatste plaats gaat nu van de been het paard van John Dekker. Springt weg. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. En daardoor is de laatste plaats nu overgenomen door het paard dat al even gesprongen had. Maar nu weer is aangesloten, Beauty Charisma. Zo gaat het paard de laatste ronde in. En de laatste keer in Alkmaar lag hij precies zo shoot van de Galie. En werd het verschil met de rest van het veld eigenlijk alleen maar groter. Nu is het veld nog aardig in de buurt. Ze zijn inmiddels in de slotronde. En de leiding is voor Diana Cunera. Buitenkant komt nu Florida Transair naar de tweede plaats. Achter hem aan gaat de trainingsgenoot Ella Genie. Maar daar gaat van de Galie niet op wachten. Die geeft dat gas bij. En die pakt nu twee lengten voorsprong. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in Diana Cunera. Baby Blue moet het gaatje dicht gaan lopen. Buitenkant daarnaast Florida Transair. Daarachter aan de relingzijde Estonia River gaat makkelijk mee. Buitenkant daarnaast ligt dan Ella Genie. En dan valt er een gaatje. Kryptonite valt ietsje terug. En die wordt nu binnendoor voorbij gegaan door Beauty Charisma. Maar dan gaan we op weg naar de laatste bocht. Nog altijd leidt Diana Cunera. Nu komt Florida Transair wel iets dichterbij. Maar die wordt wel aangedreven door Bas Krebas. Sjoerd van der Galie doet nog helemaal niks. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Diana Cunera, Florida Transair. Daarachter Baby Blue. En daarachter op plaats 4 Ella Genie. En zo gaan ze de laatste bocht in. Nog altijd Diana Cunera vooraan. Heeft anderhalf, twee lengte. En die neemt nu iets meer voorsprong. En dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Twee lengte, drie lengte pakt hij nu op de tweede plaats Florida Transair. Buitenkant gaat nu voorbij Ella Genie. En die gaat door naar plaats 2. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Diana Cunera heeft nog altijd die voorsprong. Ella Genie probeert dichterbij te komen. Naar de buitenkant ook Florida Transair. Ella Genie komt wel dichterbij. Diana Cunera, Ella Genie. Het is van de Galie aan de binnenkant. Van de Galie aan de binnenkant. Go baby, go, go, go. Diana Cunera, tweede Ella Genie. En derde aan de buitenkant, Florida Transair.